Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik de Xarius Q8 unboxen. De Xarius Q8 is ontworpen voor een maximale multimedia streaming prestatie. Als we kijken naar de verpakking van de Q8 zien we dat de doos een mooi design heeft. De honingraat die is ontworpen op de doos komt later ook weer terug op het product. Zodra we de doos openen zien we een strakke en moderne mediaspeler. Naast de mediaspeler worden er een aantal dingen meegeleverd. In de doos zit een HDMI-kabel, een voedingskabel, een afstandsbediening, twee batterijen en een handleiding. De compacte mediaspeler is uitgerust met Android 8.0, waardoor je volledige toegang hebt tot een Android-systeem voor de televisie. De mediaspeler is erg compact en neemt niet veel ruimte in beslag. We kunnen zien dat de honingraat weer terugkomt op de mediaspeler. Als we kijken naar de Q8 zien we dat het een USB 3.0 poort heeft en een USB 2.0 poort. Je content kun je gemakkelijk opslaan, want de Q8 heeft een schijfruimte van 16 GB. Daarnaast kan je ook een externe micro SD-kaart toevoegen van 128 GB. De eerste ingang die we hier zien is voor de voedingskabel. De adapter-ingang heeft een vermogen van 5 volt. De Q8 heeft een RJ45 netwerkverbinding. Voor een stabiel netwerk wordt het aanbevolen om deze apparaten met een UTP-kabel aan te sluiten. De volgende ingang die we hier zien is een HDMI 2.0 ingang. Het is de bedoeling dat je de HDMI-kabel aansluit aan de mediaspeler en de andere kant aan je beeldscherm. De uitgang die we hier zien is een digitale audio-uitgang, ook wel SPDIF-uitgang genoemd. Dit is de ingang voor een AV-kabel. Met deze aansluiting kan je een analoge RCA of SCART connector aansluiten. De afstandsbediening werkt met Bluetooth. En met één knop op de afstandsbediening kun je direct naar YouTube of naar live TV. Dit maakt switchen van applicaties makkelijk en snel. Q8 van Xarius biedt hardware ondersteuning voor VR-technologie. Virtual reality is een omgeving die met computers wordt gegenereerd. En via een speciale VR-bril, ofwel headset, te bekijken is. Dit betekent dat je je omgeving kan transformeren in je eigen digitale wereld met je favoriete content. Ook is de Q8 ideaal voor het spelen van games. Met een geweldige beeld- en geluidskwaliteit is gamen een geheel andere ervaring. Je kan een losse AirMouse, toetsenbord of een gamecontroller koppelen aan je beeldscherm. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.